Ik ben gelijk live te gaan, ik ben, bezig, ben hier al weken bezig. Het schijnt dat daar nu al de veegbussen staan. Ja. Drie stuks. Ja, ja. Er is nu heel veel media en ik hoop echt dat de media nu gaat vastleggen. Onze grondrecht steeds gehaald wordt. En het is het enige wat we nog hebben. Ja. Alles pakken ze ons af. Goed gelijk. Dus, nee, maar het is jullie goed recht om hier te staan. Jullie zijn vreedzaam, liefdevol en... Ik zou zeggen, blijf opkomen voor jullie democratische rechten. We doen het samen uiteindelijk. Ik ben allemaal heel trots op Gideon. Dus, heel veel op voor ons. En ik ben trots op jullie. Ja, ja. 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 En heel veel steun met alles wat je over je heen krijgt. Want het is, ik weet er ook alles van. Het is onvoorstelbaar. We hebben er allemaal mee te maken. Ja, het is onvoorstelbaar. We worden allemaal beschimpt en bespot. Maar dat is juist een teken dat we de vinger op de zere plek leggen. Dat we de waarheid spreken. De waarheid moet onderdrukt worden. En wij blijven gewoon doorgaan. We laten ons niet uit het veld slaan. En dat hier nu zo'n grote groep staat. Dankjewel. Zeker niet, zeker niet. Strijdbaar blijven, hè? Absoluut. We blijven doorgaan. Zo is het. Eén centje. Nou, Bla. Als je het voor jou ook opneemt. Ja, uiteraard. Dat jullie hier allemaal staan in de regen. Nee, ik hou dat het te laat is voor de Gimmelzee. Nou, we gaan nooit opgeven. We blijven ons tot het laatste eind verzetten. Tot de laatste snel. En dat jullie hier nu staan. Hey, hallo. Even één vraag. Waarom mogen wij niet naar binnen zo'n kaartje? Ja, ze zeggen dat het vol helemaal vol is. En ik zag inderdaad wel dat veel zalen nu helemaal vol zitten. Maar er zitten veel kaartjes uit. Ja, dat is een heel vreemde gang van zaken. Ik zal zo dadelijk binnen gaan navragen wat hier precies de redenering achter is en hoe dat mis heeft kunnen gaan. Maar dat jullie hier nu met zoveel mensen staan, dat is wel een heel sterk signaal. En geloof maar dat mensen binnen dat allemaal wel meekrijgen, hoor. Binnen zitten ook honderden mensen op de publieke tribune. Ik heb een heel serieuze vraag die door iedereen vergeten wordt. De dieren, die moeten dadelijk ook geïnjecteerd worden. Die moeten ook gevaccineerd worden. En waar is de Partij van de Dieren? Ja, die blijven angstvallig stil, inderdaad. Ik hoor alleen maar krekels. Misschien dat je daar ook eens, want jij kan acht mooi te loop zwingen opmerken. Ja. Daarmee denk ik dat je heel veel dierenliefhebbers in Nederland echt een verschrikkelijke zet geeft in de goede richting. Want iedereen weet onderhand dat we nu op alle mogelijke manieren omlaag gehaald worden. En ze trekken die dieren bij ons wel vandaan. Want dat is ook weer leuk en dat is niet goed. Ja. Want alles wat leuk is, moeten we kwijtraken. Nee, en er wordt nu ook gesproken over het vaccineren van al het pluimvee, alle kippen. Maar ook het mRNA-vaccins. En, dus, en de huisdieren zijn slecht. Ja. Net zoals dat ze zeiden, ja, tot en met de kanarie toe. Ja, dat was natuurlijk omdat we kennen het verhaal van de kanarie in de mijn. Dus als je dus... De kleine diertjes, die vallen het eerst om. En daarom moeten ze uit de huizen weg. En dat is met huisdieren ook. Want toen ik jong was, hadden we nooit dieren met kanker. Die hebben nu allemaal kanker. Ja, het is bizar. Het is bizar. Goed dat je dit nog even onder de hand. Dankjewel dat ik het even onder de aandacht brengen mag. Oh ja, die CBD. Ja, tuurlijk. We gaan ons daar tegen blijven verzetten. Loop er even langs. Ja, we zijn nu hier. Mag ik? Tuurlijk, ja. Nou, trots op jou. Ja, ik ook op jullie. Ja, dat zijn wij, hoor. Nee, ik wil ook trots. Wat mooi. Ja, ik heb hem even naar jullie gestuurd. Ja.
Achter je. Achter je. Heb je... Daar sta je voor je helemaal gewoon. Ja, toch of niet? Zeker. Je liep er naartoe, toen ben je aangevallen. Oh, kijk. Hij laat zich ook keurig er naartoe brengen. Ik zeg, het is leuk dat met mensen, want begint iemand te praten. En dan wil hij ook lopen. Ik zeg, hé, daar moet je dan. Ja, ik zeg, je bent net even aangevallen. Dus door iemand niet. Maar ja, goed, iedereen heeft het recht om vragen te stellen, toch? Ja. Ik heb aandacht voor de beestjes. Ja, ik hoor dat. Vind je het goed? Ja, zeker weten! Ja. Zeker weten! Nou mensen, was leuk. Ebla? Goh, ben jij bevoorrecht zomaar geaaid? Ben jij helemaal zomaar geaaid, Bla? Ga ze uitschudden. Ga ze uitschudden, zo even. Duur dat niet. Ja, hij wordt toch weer nat. Ja, meisje. Ga ze uitschudden, zo even uitschudden. Ja, schud maar uit. Schud maar. Hij doet het wel. Hij ja, maar het wel. Hij heeft er nou even de zin hij in. Denkt, ik word toch weer nat. Ja, dat bedoel ik. Maar goed, in ieder geval leuk even... Even, hoe heet hij ook weer? Gideon van Meijeren te spreken. Wat vragen, even wat mogen vragen ook. En ja, er is weer rust. Er is weer rust in de tent gebracht. En mensen staan nu heel galant onder het afdakje. Demonstreren zal ik maar zeggen. Ja. Thank you.